Er is inmiddels meer duidelijkheid. AfroTros heeft een statement naar buiten gebracht. Joost Klein schijnt na zijn optreden afgelopen donderdag tegen zijn wil in en tegen de afspraken in gefilmd te zijn, waarna hij een slaande beweging heeft gemaakt naar degene die hem filmde. Hierna is er een klacht ingediend en is hij zelfs verhoord door de politie. Het Songfestival, waarvan de grootste sponsor uit Israël komt, heeft hem vervolgens gedisqualificeerd. En ik vind Joost Klein en de EU-propaganda verschrikkelijk, zoals jullie weten. Maar dit is ook wel weer overdreven. Dit is uitdagen, reactie krijgen en dan ben jij vervolgens de pineut. Wat vinden jullie van deze hele situatie? Laat het me weten en like en deel deze video.